De kerst komt eraan en ik wil graag weten, met wie zou jij het liefst aan tafel willen zitten deze kerst? Met wie zou je het liefst aan tafel willen zitten met kerst? Chantal Jansen. Ah, Chantal! Oh nee, die niet. Ja. Met wie zou ik dan nou gewoon met mijn kinderen, denk ik? Ja, toch? Lekker warm met een verjaardagje aan. Tweede kerst. Hoeveel? Mag ook alleen hoor, lekker op de bank. Oh, geen gezeur. Met wie zou je het liefst aan tafel zitten met kerst? Nee? Ik bemoei me niet met kerst. Oké. Met wie zou je het liefst met kerst aan tafel willen zitten? Eigen gezin natuurlijk. Gezellig. Ja. Hij gaat helemaal glunderen. Ja, ik ben net papa geworden. Dus Ik denk met mijn moeder en met mijn oma, die is overleden. Daar zou ik wel het liefste mee aan tafel willen zitten, ja. En dan komen er mooie herinneringen naar boven? Er komen zeker hele mooie herinneringen naar boven, ja. Met het gezin, maar dat lukt niet altijd, hè. Ze hebben bepaalde tijden. Maar dat is ook alweer plannen in de agenda natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. En dat hadden wij vroeger niet. Ik zou graag deze kerst met mijn favoriete vlogger Enzo Knol aan tafel willen zitten. Oh, Enzo! Als je dit hoort, kom je dan even aan tafel zitten? Ja. Waarom wil je dat graag? Omdat ik hem heel erg leuk vind en ik kijk al zijn vlogs. En ik ben nu zelf ook aan het vloggen. Ja? Zo, doe mij eens even leuk, even lachen met z'n tweeën. Ik zal hem de groeten als ik hem tegenkom, Enzo Knol. Ja. Met wie zou je het liefst aan tafel willen zitten met kerst? Met en deze, wat maakt hem zo bijzonder? Hij zegt altijd, oh, het eten wel lekker. Dus dat is best wel bijzonder. Hele fijne kerst. Dankjewel, jullie. Oké, dag. Dit was Overlike voor deze keer. Tot de volgende keer. Ja! Wij gaan aan koningin Maxima vragen wat haar beperking is. Majesteit! Hallo! Koningin Maxima! Maxima, mag ik u iets vragen? No Limits Network. Mag ik u iets vragen? Komt u een beetje hier naartoe? Ja, is goed. Tot zo! Koningin Maxima, mogen we u iets vragen? Mogen we u iets vragen? Wij zijn van No Limits Network en wij willen weten, wat is uw beperking? Oh, ik heb er heel veel op te noemen. Mijn beperking is, ik kan niet alle talen spreken die ik zou willen, bijvoorbeeld. En die andere beperking is, misschien heb ik nooit genoeg tijd om alles te doen die ik zou willen doen. Ja. Maar dank u wel voor de vraag. Alsjeblieft, ik vond het hartstikke leuk om u te ontmoeten. En wilt u de Facebookpagina liken, No Limits Network? Ja, goed, dag. Het is gelukt. De zenuwen gierden door mijn lijf heen. Maar het is me gelukt om koningin Maxima te woord te staan. En te vragen, wat is haar beperking? En ik hoop namelijk dat ze natuurlijk de Facebookpagina van No Limits Network doe het liken. Het is gelukt, Jeroen. Ja. Yes! Boobies. En baardjes. Waarom zien mannen nooit dat vrouwen naar de kapper zijn geweest? Nou, dat is toch logisch. Ik zie het ook nooit. Er gebeurt ook eigenlijk bijna niks. Die pony een beetje bijknippen en dat zit. Ik snap het wel, want als vrouw, je hebt net 500 euro uitgegeven om er weer een beetje leuk uit te zien. Is het toch fijn om een beetje bevestiging te krijgen? Ja, maar jij zit steeds met die gevoelens, maar het is toch juist een bevestiging dat mannen gewoon puur naar innerlijk kijken. Nou, ik zie jouw ogen wel eens naar andere dingen afdwalen dan het innerlijk. Het is ook echt spuug. Gadverdamme. Het is ook denk ik wel, als je als vrouw chagrijnig gaat voelen over dat hij het niet ziet. Ja, dat straalt natuurlijk alleen maar negativiteit uit. Terwijl als je denkt, yes, dit is mijn kapsel, ik ga ervoor. Dan krijg je misschien wel een mooi compliment over dat je er zo stralend uitziet. Ja, en ik denk dat mannen ook af en toe best een compliment mogen. En ik vind dat mannen af en toe ook een compliment mogen geven. Want het is toch altijd raak. Ja, vrouwen die wisselen 150 keer per dag van kapsel, dus. En wanneer ga jij weer naar de kapper, want het ziet er niet uit. Nee, ik vind het niet zo mooi. Lul. Hier woont konijnen Haramel en die kan wat bijzonders. De dierenzotteraar. Ilse, jouw konijn kan wat bijzonders. Ja, high five.
Dus dat wil ik zien. Karamel, kom eens. Kom maar op. Karamel. 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 High five. High five. High five. High five. High five. High five. Goed. Ga je het ook proberen? Ja, dat is goed. Karamel. High five. High five. Kom. High five. High five. Kom, 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 kom. High five. High five. High five. Oh ja. We zijn hier aan het schieten. Dat is mijn linkerhand en hier is mijn rechterhand. Best intiem, je staat tegen elkaar aan. Hij is bij zijn eigen wapen de weg kwijt. We hebben ook een tom-tom, Bert, okay. Of niet? We gaan even een toontje luisteren. Allemachtig. Het doet bijna mijn oren. Woe! Nou is hij heel hoog. Als je even stil bent, kan ik het even bij je horen. Sorry, ik moet mijn bek houden. Oké, dat is duidelijk. Als ik hem blijf bewegen... In dat gebied zit hij. Oh, nu ben ik hem kwijt. Ja, nu heb ik hem. Ja, dit is hem weer. Echt in de roos, toch? Ik weet het zeker, nummer 10. Hoppa, waar is die kaart? Laat me komen. Je moet jezelf helemaal in de hand kunnen houden. Je moet helemaal tot rust komen, stabiliseren. Je moet oefenen. En je komt gewoon tot rust, omdat je helemaal stil moet zijn om goed te kunnen schieten. En het grote voordeel is, ik kan gewoon samen schieten met mijn ziende collega's. Bert, wil jij ook even je lippen stiften? Ik heb hier mijn etuietje mee. Ik vind wel dat je het kan gebruiken, een beetje kleur. Pak een beet. Ik vind het zo spannend. Dat was wow. Ja, dit is echt heel wat anders. Je voelt echt weerstand. Je voelt, het gaat gewoon naar je nek toe, soort van. Het geluid alleen al blijft nog hangen. Ik snap niet dat mensen dit echt kunnen gebruiken. Nee, dat snap ik echt niet. Baby girl, I know you're my sexy love. Waarom loop je rondjes om jezelf en mij niet? Waarom ben ik de persoon die jij ontwijkt nu, baby? Kan het niet meer zijn, want jij bent van mij nu. Kan het niet zijn dat het voorbestemd was. Ik kan je niet laten gaan, soms zit er nog in mijn hoofd. Ondertussen heb ik waargemaakt wat je van mij dacht. Ik kan je niet laten gaan, ook al weet ik dat het beter is. Zat je, wie heb jij aangeraakt toen ik er niet was. Ik ben Maarten van Rossum. Mijn beperking is dat ik heel oud ben. Daardoor word ik ook steeds gebrekkiger. En daarom steun ik No Limits Network. No Limits Network. Kerst special. Dit kerstfeest zijn de grenzen vervaagd. Steek je.